Jouw bedrijf levert producten of diensten voor brandbeveiliging of inbraakpreventie. Omdat je een gecertificeerd product of een gecertificeerde dienst levert, houdt een onafhankelijke certificatieinstelling toezicht op je werk. Zo zorgen we samen voor beveiliging van hoge kwaliteit en behoud jij je certificaat. Mocht de certificatieinstelling tijdens een audit of inspectie een afwijking vaststellen, dan moet je die oplossen. Maar is bijvoorbeeld die missende kabel een eenmalig incident? Of schuilt hier een structureel probleem achter waardoor andere zaken ook mis kunnen gaan? Om te voorkomen dat we spreekwoordelijke brandjes gaan blussen en om problemen structureel in de kern op te lossen, moet je vijf stappen doorlopen. Oorzaak, omvang, correctie, corrigerende maatregelen en doeltreffendheid. Oorzaak. We hebben de neiging om snel even iets op te lossen. Maar in deze eerste stap is het belangrijk om echt even stil te staan. Ga hierbij ook brainstormen met collega's. Wat is de achterliggende oorzaak? Waarom ging het hier fout? Wie was er aan het werk? Was de tekening wel goed? De 5 keer waarom-methode kan hierbij helpen. Omvang. Is dit vaker fout gegaan? Als bijvoorbeeld een meetinstrument niet nauwkeurig genoeg is, heeft dit dan gevolgen voor eerder aangelegde installaties? Correctie. Wat ga je doen om deze afwijking te herstellen? Bij de missende kabel, die kabel alsnog aanleggen. En bij alle andere installaties waar dit fout ging, natuurlijk ook. Corrigerende maatregelen. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat de afwijking niet nog eens voor kan komen? Kan je dit oplossen met interne controles? Of moeten de monteurs betere instructie krijgen? Je wilt toch alles in één keer goed doen. Dat scheelt tijd en klachten. Doeltreffendheid. Een stap die vaak wordt vergeten is kijken of de maatregel daadwerkelijk helpt in de praktijk. Werkt het ook? Hou bij wat het resultaat is van de genomen maatregelen. Door het volgen van deze vijf stappen: oorzaak, omvang, Correctie, corrigerende maatregelen en doeltreffendheid verbeteren de kwaliteit van je product of dienst en de effectiviteit van je bedrijf. Zodat jij in de toekomst geen tijd meer kwijt bent aan brandjes blussen, maar erop kunt vertrouwen dat de installaties die je maakt en onderhoudt doen waarvoor ze zijn bedoeld.